Hi, hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Waterman. Ik wou zeggen weegschaal. Waterman, lieve Waterman, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, als ze dan je venus steken, laat los als het niet past. Readings zijn tijdloos, in ieder geval. Iedereen bedankt voor het abonneren, de nieuwe abonnees, welkom. De likes, de berichtjes. Ik ben bezig met een winactie. Ik heb een aparte video daarvoor gemaakt, dus... Wil je daarmee, wil je kans maken? Dat doe ik eigenlijk als waardering. Ik heb al een tijdje dat niet gedaan. En ja, ik dacht, het is een nieuw jaar. En ik wil eens weer dat gaan doen voor jullie. Dus wil je kans maken? Ik heb een aparte video daarvoor gemaakt. Dus de geheime gevoelens is dat. En daar staat ook bij op de thumbnail. Winactie. Dus zoek de video op. En in ieder geval, mocht je dat willen, hè? Het is geen verplichting in ieder geval. Eens kijken, lieve Waterman. Wat mag ik ontvangen? Jij en je geliefde zijn veilig. En... Ja, zelfverzekerdheid is de sleutel tot succes. Nieuwe maan in kreeft. Oké. Misschien heb je te maken met een kreeft. Misschien heb je zelf die energie. Maar in ieder geval de nieuwe maan. Oké. Waarschijnlijk heb jij iemand in je hart. En is er iets waarbij jij naar verlangt? Veel emoties, want de kreeft is natuurlijk de moedertype eigenlijk van het tarot. Dus en de maan. Even kijken. Al staat het voor vissen, maar in ieder geval. Eens kijken, wat mag ik ontvangen voor de Waterman? Koning van Staven, oké. Misschien heb je daarmee te maken. De 9 van Zwaarden. De 10 van Pentakels. De 2 van Zwaarden. De 6 van Cups, oké. En de Koningin van Zwaarden. Veel zwaarden hier onderop. Oké. Onderop heb ik nog als uitdaging de 7 van de zwaarden. Dit kan een uitdaging zijn. Of hoeft niet een uitdaging te zijn. Maar dit is wel iets waarbij jij waarschijnlijk op rustig vaarwater wil komen. Ik zie hier een vuurenergie. Ram, leeuw, booschutter. Dit is een gepassioneerde man. Het kan zijn dat jij actie mag gaan ondernemen. Dus ja, zelfverzekerdheid. Je mag zelfverzekerd zijn. Het kan zijn dat je daar ook mee bezig bent. Wat ik wel zie is dat jij uit een soort van tijd komt waarin jij veel hebt wakker gelegen. Maar wat ik voel is dat je eigenlijk je energie wilde gaan opschonen. Als ik hier zie met de 6 van zwaarden. Dus waarschijnlijk wilde jij gewoon ergens actie in of ergens uitkomen wat jou vast heeft gezet. Het kan zijn dat je heel lang vast hebt gezeten met bepaalde negatieve gedachten. Zelfs dat je er niet van kon slapen. En het was tijd voor jou eigenlijk om een roerige periode eigenlijk achter te laten. En eigenlijk de leiding weer te nemen in je leven. Nu zie ik hier de prachtige kaart, de 10 van Pentakels. En dan zie ik hier de 2 van Zwaarden. Het kan ook zijn dat er een persoon is die aan het twijfelen was. Of wishy-washy was. Of je bent het zelf. Maar wat ik wel voel is dat jij stabiliteit wil en anders niets. Dus het kan goed zijn dat iemand jou dat wel gaat of niet... Omdat het zeggen dat je dat daar op zoek naar bent. Dit is ook een kaart van het hoogste geluk. Dus alles goed voor elkaar hebben. Dat komt ook op je pad, is wat ik zie. Alleen het is wel belangrijk voor jou om je gedachten soms helder te houden. Het kan ook zijn dat je bepaalde knopen mag gaan doorhakken. Of iemand gaat dat doen. De 2 van zwaarden zegt natuurlijk wel iets over in verbinding komen met jezelf. Dus... En natuurlijk een twijfelkaart. Dus ja, nee, wat moet ik doen? Het is tijd om eigenlijk die blinddoek af te doen. Want er is iets heel moois op je pad. Want je hebt veel te lang
in deze energie gezeten, wat ik al eigenlijk al voelde. Het kan zijn dat je gekwetst bent geweest, dat je daarom hebt afgesloten. Maar in ieder geval, dit ligt er voor je klaar. De 9 van cups, een emotionele vervulling of in ieder geval stabiliteit. Het kan het gezin zijn, het kan het familie zijn of gewoon jezelf gelukkig of op financiën dat het er voor de wind gaat. In ieder geval zegt dit wel iets over emotionele vervulling. Iets waar je al heel lang op hebt gewacht volgens mij. Nu zie ik hier de 6 van bekers. Het kan heel goed zijn dat iemand weer uit het verleden eigenlijk weer terugkomt. Waar je wel verdriet van hebt gehad is wat ik zie. Dus iemand heeft je waarschijnlijk gekwetst en daarom ben je misschien in deze modus gaan zitten. Of je hebt je getransformeerd dat je meer met je verstand bent gaan denken dan met je hart. Dit kan ook natuurlijk jullie kaart zijn, hè? Dat jij zoiets hebt van, er kan iemand op een pad komen, want je hebt nog nostalgische gedachten voor iemand. En iemand heeft dat waarschijnlijk ook voor jou, want het is wel een kaart van 2 personen. Dus het kan heel goed zijn dat iemand ook aan jou denkt, maar geen keuze kon maken, waardoor jij eigenlijk vast bent komen te zitten, maar wel de keuze hebt gemaakt om eigenlijk weer vooruit te gaan. Maar ja, pijn. Dus onderliggend zie ik wel wat verdriet. Maar wat ik voel is dat je bepaalde keuzes gaat maken. Want er komt echt iets op je pad waarin jij heel gelukkig gaat worden. Alleen het is wel belangrijk voor jou om uit je hoofd te komen. Want ik zie hier weer de 8 van zwaarden. En de 8 van zwaarden kan dus zijn dat je soms vastzit in je eigen gedachten. Maar het zijn je gedachten, daar kun je uitkomen. En dan kun je zeggen, ja, Angelique, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is ook zo, ik weet hoe het is. Maar het is voor jou wel belangrijk, want er ligt iets zoiets moois op je te wachten. Het zou zonde zijn als je wordt vertroebeld door je eigen gedachten, om steeds misschien negatief te denken. Het is tijd om dat eigenlijk los te laten. En ja, het mooie te zien in het leven ook. Nou wil ik niet heel depressief klinken, maar ja, je bent geliefd, en kijk dan, want dit zijn natuurlijk geliefden en mensen die van elkaar houden, die verbintenis zoeken. Dus wat ik voel is dat er een soort van verbintenis weer aankomt. Ik heb hier ook de koningin van staken. Wat mag ik weten over die koning van staken die hier ligt? Het kan ook een persoon zijn, hè, die weer op je pad wil komen, die stabiliteit wil. Oeps, ja, de 9 van cups, de 7 van cups, de 10 van zwaarden en de toren. Dat zijn iets te veel. Wat is hier? Ja, de 6 van cups, kijk dan. Het kan zijn dat er in het verleden iets is geweest met een delay. Dus het kan zijn dat die persoon het niet wilde zien, maar... Ja, en de ster onderliggend. Het kan zijn dat iemand met ego heeft gekant. Dus ik voel 2 verschillende dingen eigenlijk. Dus iemand wilde niet zien of er was een delay in deze connectie. Maar dan zie ik hem hier weer in de toekomst liggen. En dan zie ik hier de ster. Alleen het kan zijn dat iemand dit niet heeft verteld. Maar wel in de nacht daarover wenste. Maar het kan ook jouw gevoel zijn. Hè? Maar ik heb meer het gevoel dat het een buitenstaande is. In ieder geval een wens. Een wish fulfillment, een heling. Maar ook een diepe connectie. Een wens, echt een wens. Maar iemand heeft dat niet verteld. Dat is wat ik zie. Dus er was een soort van rust of stilstand. Wat mag ik weten over die 2 van zwaarden? Waar, wat is die wishy-washy gedachte? Iemand komt uit stagnatie. Het is voor jou ook belangrijk, maar het kan ook iemand anders zijn. Dat is wel grappig, want de 9 van zwaarden ligt andersom en de 5 van munten. Dus wat ik voel is dat je steeds op een puntje staat, of dat iemand misschien op een punt staat van, ik wil het niet meer. Ik heb zelf de sleutel in de hand. Ik ga de deur openen en ik ga knopen doorhakken. Ja, ik ga pijn loslaten. Dat is een beetje wat ik voel. En een nieuw avontuur aan. Kijk dan, met het 10 van pentakels. Het kan zijn dat iemand daar bang voor is, lijkt het wel. Ja, de 2 van cups, kijk dan. Oké, wat mag ik weten? Dus iemand wil hartpijn verslaan en niet meer treuren. Dat is een beetje wat ik voel. Of jij dit nu bent of een persoon. In ieder geval, wat mag ik weten over die 6 van bekers? Wie is die persoon? Wat is daarmee aan de hand? Wat mag ik daarvan weten? Welke wil ik? De 8 van pentakels, communicatie.
Een nieuw pad. Ja, kijk dan. Iemand heeft nog veel passie. Een nieuw pad, zei ik al. Ja, aas van staven. En ik heb hier de koning van staven. Iemand is jou nog niet vergeten. En de koningin van pentakels. Wauw. Ja, iemand. Kijk dan. Iemand wil een nieuw pad. En hier ligt ook nog. Iemand komt uit verwarring, is wat ik zie. Wil iets aanbieden. Nieuw avontuur. Nurturing zijn. En daarmee eigenlijk op volle toeren eigenlijk vooruitgaan. Ja, een victory. Kijk, communicatie alweer. Ja, veel passie. En het kan heel goed zijn dat het deze koning is. Dit is eigenlijk weer een nieuw avontuur aan wil gaan. Wil passie, wil. Ja, een nieuw begin daarin. Eigenlijk oude pijn wil loslaten. Ja, kijk dan. Oude pijn wil loslaten. Zie dan. Met de drie van zwaard kan zijn dat deze persoon heel lang heeft getreurd. En eigenlijk is weggegaan en nog veel passie voor je had. Dus eigenlijk zich af heeft gesloten. Ja, kijk dan. Wauw. Ik wist het wel. Ja, dat is deze meneer of mevrouw. Maar ik heb meer het gevoel dat het een mannelijke energie is. Heel sterk. Die is misschien weggegaan. Of jij bent weggegaan. Omdat de persoon niet echt... Het is een leider. En niet zijn ware gezicht soms liet zien. Of ware emoties. Maar daarom dat je ook voor een punt stond van... Ik ga door. Ik ga keuzes maken. Ik ga mezelf nurturen. En vloep, daar is die persoon weer. Met een excuus, een brief. Of een tekstje of een sms. Misschien een bos bloemen. Zie ik dat witte paard. Nou ja, dat zou heel mooi zijn. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Zou wel mooi zijn voor sommigen. Maar goed, in ieder geval wel een charmeur. Want ik zie wel iemand die... Deze personen kijken me heel indringend aan. Zo van, ik wil die passie weer. Ik wil de avontuur, wat hier eigenlijk ook al ligt. En loop niet van mij weg. Want ik wil je laten zien hoeveel ik om jou geef. Jij bent mijn nurturing vrouw. Jij bent... Degene die mij verzorgt of die mij begrijpt. Dat is een beetje ook wat ik voel. Oké. Okay. Ja, confidence. Dus blijf ook... Ja. Nou, ik ben benieuwd wie er later mee. Het is wel grappig, want de luchtenergie die lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Ja, step up en lead, echt waar. En ja, en het is ook, er zijn drie kaarten. Ja, dus het is voor jou ook heel belangrijk, een nieuwe maan in steenbok. Sta op en neem de leiding. En dat zag ik hier natuurlijk al en hier. Maar het kan ook zijn dat iemand de leiding gaat nemen en gaat opstaan. Dat is een beetje wat ik voel. En ja... Ga jezelf door die onzekerheid heen slaan, de kreeftkaart. Het kan zijn dat je onzeker bent geweest over deze connectie, maar de liefde is er nog. Dat is echt wel wat ik zie. Alleen in het verleden heeft het misschien niet gewerkt, omdat iemand misschien er nog niet klaar voor was. Of deze connectie was gewoon nog niet rijp genoeg om eigenlijk tot bloei te komen. En ja, hou je hart open. Hou je hart open, dus sluit je niet af, en waterman, want... Daarmee loop je misschien een kans mis. Als jij je afsluit en niet jezelf ook opent, dan weet de persoon misschien ook niet of de persoon eigenlijk wel naar je toe kan komen. Dus als je energisch afsluit, en voor sommigen kan dat natuurlijk, als er iets is gebeurd wat echt te pijnlijk is, dan moet je natuurlijk je grenzen stellen. Dus dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. Maar probeer je wel ook liefdelijk op te stellen. Of liefdelijk, maar wat zachter te zijn. En ook de visie van een ander misschien te begrijpen. Waarom bepaalde dingen zo zijn gebeurd. Ja, om dat maar even te zeggen. Dit zijn, laat kijken in jezelf. En only time will tell heb ik hier. Dus voor sommigen kan het zijn, de tijd zal het leren. En kijk in jezelf. En hoe kan het dus zijn dat je je soms zo uitgeput voelt? Of je soms zo voelt of wissy-wassy? En wees alert op wat je projecteert op een ander. Want zo hou je eigenlijk het proces tegen. Wat jij misschien niet leuk vindt aan een ander, kan ook iets zijn van jezelf. Heel belangrijk. Dit is wat ik voor je heb, lieve waterman. Ik wens je al het goed. Zet dat snel. Doeg!